Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze serie op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. We zijn vanavond in Uitgeest in Sporthal de Zien om een nieuwe, talentvolle darter aan jullie voor te stellen. Welkom bij Rood Doe het Jeugdelijke. Ik ben Niels Sonneveld, ik ben 21 jaar, ik kom uit Uitgeest. Ik heb vorig jaar een development tour gewonnen. Ik heb dit jaar op de eerste dag van Q-School mijn tourkaart gehaald. En ik zit in Rood Doe het Jeugdelijke. Ja, daar staan we dan, bij Niels Sonneveld. Niels, welkom. Leuk dat je hier mee wil doen. Ja, eigenlijk meteen de vraag. Hoe heb je dit jaar geplaatst voor het Jeugd-WK? Via de development tour. Ik sta nu 33ste met nog één weekend te gaan. Volgens mij is de top 72 geplaatst. Dus ja, daar sta ik wel ruim in. En wat verwacht jij eigenlijk van Jeugd-WK? Ja, het is natuurlijk een dag op zich. Je moet, ja, het is te hopen dat je dan lekker in je vel zit, dat je goed geslapen hebt, dat je je goed voelt. Maar ik verwacht wel iets van mezelf, dat ik in ieder geval de pool doorkom en misschien wel meer kan doen. Nou is de Development Tour niet de enige tour die je gooit. Je hebt ook die tourkaart gehaald in januari, dus je gooit ook gewoon bij de grote mannen de main tour. Hoe is dat eigenlijk gegaan? Eerste dag, tourkaart gehaald, had je dat überhaupt verwacht? Nee, dat had ik niet verwacht. Ik ging er eigenlijk helemaal zonder verwachting heen. En op de eerste dag, ik had gewoon een super dag en het ging allemaal het zat allemaal een beetje mee en het ging goed. En toen had ik ineens mijn tourkaart. Dat was wel even, natuurlijk iets heel moois, iets waar je van droomt en wat dan ineens uitkomt. En dat is wel even een omslag in je leven eigenlijk ook. Ja, dat kan ik me voorstellen, want je zal toch minstens 15 keer in een jaar alleen al voor die main tour naar Engeland moeten. Hoe doe je dat eigenlijk met school, werk, alles? Ik werkte eerst 40 uur in de week en ik heb nu werk ik nog maar 16 uur in de week. Alleen op dinsdag en woensdag. En voor de rest besteed ik eigenlijk alles aan het darten. Voor de dagen dat ik vrij heb, train ik en heel veel naar buitenland natuurlijk. En mijn werk steunt me daar ook in financieel, dat ik gewoon niet afhankelijk ben van de prijs wat ik win. Zodat die druk niet daarop ligt. Oké. Okay. Hey, je hebt het eerste jaar er nu bijna op zitten. Wat vind je ervan? Hoe is het gegaan? Wat zijn je ervaringen? Het is heel mooi mee te maken, dat sowieso. En je staat elke week tussen de grote jongens. En het is natuurlijk ook wel heel zwaar. Het is niet zomaar iets. En hoe goed je ook gooit, je kan elke wedstrijd even goed nog verliezen. En dat is niet iets wat je gewend bent, zeg maar. Want je staat natuurlijk gewoon tegen de top van de wereld te gooien. Maar het is wel een ervaring die je sterker maakt, maar ook wel waar je goed mee om moet kunnen gaan om hoger op te komen. Wat is je hoogtepunt van het afgelopen jaar geweest, behalve dan het halen van je tourkaart? Ik denk toch wel mijn debuut gemaakt op de Eurotour, omdat het een ervaring op zich is met het publiek en het podium. En ook nog een rondje gewonnen en goed tegenstand geboden tegen Peter Wright. Dus dat is wel iets waar ik met trots naar terugkom. Je zit natuurlijk in Rood Doe het Jeugdelijke aan, maar heb je vorig jaar de Development Tour gewonnen? Maar heb je dikke dan geen eentje gewonnen? Je zal zeggen, je bent nu tourkaarthouder. Ja, dat vind ik lastig. Het is gewoon, het is niet zo dat ik echt per se slechter gooi dit jaar, dat niet. Maar ik weet niet. Ik heb, de tegenstanders natuurlijk even goed ook daar heel erg hoog. Dus het is niet vanzelfsprekend dat je er zomaar één wint. Maar die kansen zijn er natuurlijk wel, alleen is het dit jaar nog niet echt eruit gekomen. Had je er meer van verwacht op de Development Tour? Eerlijk gezegd wel. Ook omdat ik nu de ervaring van de Pro Tour meeneem naar de Development Tour. Maar dit jaar is het er nog niet echt uitgekomen. Misschien ook omdat de focus meer lag op de Pro Tour dit jaar, omdat het voor het eerst was. En waardoor ik me misschien minder heb kunnen laten zien op de Development Tour. Maar kijken nou ook tegenstanders op de Development Tour anders tegen jou dan bijvoorbeeld vorig jaar, voordat je de tourkaart had? Ja, dat gevoel heb ik wel. Er wordt wel heel vaak gespeculeerd van, ik moet even mijn tourkaart houden. Dus ze willen allemaal extra graag van je winnen. Maar andere mensen kijken weer tegen je op omdat je een tourkaart hebt. Dus het is verschillend, maar je merkt wel dat meer speelt dan vorig jaar.
Nou is er ook nog wel eens een discussie daarover, hè? Tourkaarthouders op de development tour, is dat nou wel goed, is dat niet goed? Wat vind jij daarvan? En dan niet alleen op basis van dit jaar, maar goed, ook vorig jaar toen je daar gooide zonder tourkaart. Is dat iets goed of niet? Ja, ik vind dat zeker iets goed, want iedereen die onder de 24 jaar is, die mag gewoon meedoen. Ongeacht hoe goed of slecht je bent, zeg maar. Nou is wel de regel dat de top 32 van de wereld daar niet aan mee mag doen. Dat snap ik eerlijk gezegd niet. Nee, heeft er ook alleen Max op last van. Ja goed, ik vind dat gewoon iedereen onder de 24 eraan mee mag doen, want daarvoor is het... Ja, je ontwikkelt je nog steeds door, of je nou een tourkaart hebt of niet. Die er verder met toe, die helpt daarbij. En het is makkelijker voor jongens die nog jong zijn om bijvoorbeeld te plaatsen voor het WK via die weg. Ja, kijk naar Geert. Precies. Vind je jezelf een favoriet voor het jeugdwk om een tourkaart te hebben? Nee, niet echt een favoriet. Ik zou me wel een outsider kunnen noemen, om het zo even te zeggen, maar favoriet zeker niet. Ik denk dat er vooral op dit moment spelers zijn die beter in vorm zijn dan mij. Maar ik weet wel dat ik, als ik in goede doen ben, van iedereen kan winnen. Niels staat natuurlijk nog helemaal aan het begin van je carrière, maar tot nu toe, wat is je hoogtepunt geweest? Ik denk toch wel Q-School. Dat is toch wel iets wat waarin je droom eigenlijk werkelijkheid wordt. Wat je ook nog niet op dat moment eigenlijk beseft. Maar dat is wel iets wat niet veel mensen op mijn leeftijd kunnen zeggen. Nou, ik zou zeggen, Niels, pak je pijlen er allemaal bij. Ja, Niels, je pijlen. Vertel er eens wat over. Waarom gooi je hiermee? Word je gesponsord? Nou, met Flyers en Shafies word ik inderdaad gesponsord door Elstown. Mijn pijl is van Vince van de Voort, de oude van Vince van de Voort. Daar gooi ik eigenlijk al, ik denk wel 6, 7 jaar mee. Wel eens overgestapt, teruggestapt, maar eigenlijk altijd weer terug naar deze gegaan. Omdat het toch het best voelt. Nou, standaard punt, 38 mm. Ik heb grippunten gehad, maar ja, uiteindelijk toch weer deze genomen en gewoon vaker vervangen, waardoor het gewoon allemaal goed blijft. Ik ben kort naar Slim Shafts gegaan, omdat het toch wel beter voelt ten opzichte hoe ik mijn pijl vasthoud. Waardoor er een soort deukje aan de zijkant zit. Dus dat bevalt me wel. Wat doet dat deukje dan? Nou, niet zoveel, eigenlijk niks. Maar ik heb mijn pijl zeg maar zo vast, waardoor ik geen kracht meer met deze vinger tegen mijn shaft aan kan zetten. Waardoor ik wel eens afzwaaier zou. Je zegt, dit zijn oude Van de Voort pijlen. Waren dat jouw allereerste pijlen of heb je daarvoor nog een allereerste setje? Ja, ik heb eerst met Erik Bristo's gegooid. Maar uiteindelijk vond ik daar veel te weinig grip op zitten, waardoor ik overgestapt ben. Ja, dan denk ik dat het materiaal duidelijk is uitgelegd. Ik denk dat het tijd is voor de 1001 game. Om het materiaal in werk te zien. Laten we dat doen. Ja, we staan nu voor het dartboard met Niels. Voor de 1001 game. Ben je er een beetje klaar voor, Niels? Ik ben er klaar voor. Nou, dat gaan we aan de hand doen van een dartcounter. Dat is een app op je telefoon. Ik heb nu wedstrijd geselecteerd. Ik heb Niels geselecteerd. We gaan 1001 spelen. Best of 1 leg. Straight in, double out. Nou, ik zou zeggen, Niels, ga naar de okkie toe. Wil jij nou ook dartcounter gebruiken? Linkje staat hier in de beschrijving. Je kan het downloaden via de App Store. Zowel bij Android als bij iPhone. Of kijk even op de website dartcounter.nl. Ik zou zeggen, Niels, succes. En dan is ook Niels begonnen aan zijn 1001 game. De target staat op 44 pijlen van Justin van der Gouw. De vraag is of Niels dit gaat verbreken. Niels begint stabiel met een 96. Kijk even mee met hem. Enkele 1. Enkele 19. Oeh, dat is toch maar 39 gescoord. Na 6 pijlen, 866 over. Ah, dan komen de trippeltjes. En dat is een enkel. Gaan we naar onder toe. Ja hoor, 137. Dat gaat lekker. Even over Niels terug te komen. Niels heeft zijn op afgelopen jaar op de eerste dag van Q-School zijn tourkaart gehaald. Waar hij eigenlijk alleen maar in de problemen kwam tegen Mike de Dekker. Voor de rest speelde hij echt een solide dag. Ja, en toen veranderde natuurlijk zijn hele jaar. Toen mocht hij naar de Pro Tours. Ja, daar heeft hij het niet onverdienstelijk gedaan. Hij heeft een Pro Tour gemiddelde van 87 in zijn eerste jaar. Terwijl hij dit begin van het seizoen niet gedacht had dat hij op de Tour zal staan. Verder heeft hij nog de NDB Open Fries Ranking gewonnen. Heren A. Hij versloeg daar Ryan Tevreden met 2-0 in sets.
Hij won Development Tour 9 vorig jaar. En hij stond vorig jaar in een finale van een Development Tour. En hij versloeg op die dag Max Hopp en Jeffrey de Zwaan. Hij staat momenteel 33ste op de Development Tour Order of Merit. Maar goed, hij mag wel naar het Jeugd-WK en daarvoor zijn wij bij hem langs geweest natuurlijk. Maar goed, we gaan even kijken naar zijn 1001 game. We zijn onderhand 34 pijlen verder. We staan op 421. Het is niet goed, het is niet slecht. Het gaat redelijk. En we gaan even meekijken op het bord. Zie toch dat die eerste pijl hoog boven de 20 zit. Daarna schiet hij iets naar links. Het is niet helemaal wat we van Niels gewend zijn. Maar ja, je moet het ook maar even doen. Hè? Zo voor de camera's. We zagen Justin ook al daar moeite mee hebben. Zoals dit soort pijlen ook. Hè? Dit is niet helemaal wat we van hem gewend zijn natuurlijk. Ja, wat moeten we eigenlijk nog meer over Niels vertellen? Ja, we moeten het natuurlijk ook maar een beetje volpraten als voice-over. Ja, hij is ook de runner-up van de Open Rotterdam bij de Heren A. Hij verloor van de finale van een andere tourkaarthouder, Mike Kuinhoven. Die hebben alle twee na de vierde en de B-reking Q-School gespeeld en beide een tourkaart gepakt. Dus ja, daarna mochten we ze niet meer terugzien op de NDB. Het was wel opvallend dat... Oeh, en we zien toch wat verontwaardiging. De schrijver van dienst vergist zich. Na ontevredenheid van Niels, ontevreden, laat 68 staan voor de duidelijkheid. We zagen het links onderin net ook even veranderen. Klein foutje, we zien het gaat alle kanten op nu. Ik ga ook de cameraman nog beschuldigen. Oeh, en dat ook nog, hij gooit zich hier dood. Ongelooflijk, gooit zich dood. Even goed, 98 over. Opnieuw proberen. Ja, 78, laat dubbel 10 over. En dan gaan we kijken of je het uitgooit links onderin. Bel ziet u het al. Het gaat uit, maar in wat voor manier. En hij mist dubbel 10 twee keer. Dan gaan we naar dubbel 5. Game shot en een match. Een game achter de rug. Om en nabij 188 pijlen, denk ik. Ik heb ze niet meer geteld. Ging het lekker? Ja, beter dan wel. Nou, Niels, in ieder geval bedankt voor het meedoen naar Road to Jeugd-WK. Alsjeblieft. En we wensen jullie natuurlijk veel succes op het Jeugd-WK. Dankjewel. Vonden jullie dit filmpje nou leuk? Laat even een like achter hieronder en abonneer even op ons kanaal. En dan zien we jullie bij de volgende Road to Jeugd-WK.